We weten gewoon niet hoe mensen beslissingen nemen. Het is psychologie, het is keuzepsychologie. Alle tools en templates en video's, die zitten er allemaal bij. Je gaat de wereld nooit meer op dezelfde manier bekijken. Hoe stuur of verander je gedrag van klanten, van je werknemers of van je collega's? Dat ga jij nu leren. Welkom bij 7D-TV. In een serie gesprekken die ik maak met managementboek en uitgeverij Boom praat ik met auteurs over hun boek. En in dit gesprek is mijn gast Astrid Groenewegen. Astrid, van harte welkom. Dankjewel. Ja, een boek, meer dan een boek, gaan we het zo meteen over hebben. De kunst van gedrag ontwerpen. Laten we heel concreet beginnen. Als mensen zitten te kijken, ze zien hem ook in beeld liggen. Waarom moeten mensen het boek kopen? Heb ik jou gevraagd. Je hebt drie redenen opgegeven. Ja. De eerste is wat jij zegt, omdat gedragsverandering heel erg nodig is. Hè? Ja. Waarom? Kijk naar klimaatcrisis, kijk naar de inflatie, kijk naar de kosten die de pan uitreizen. Het zijn allemaal gedragsuitdagingen. Ja, zowel privé als met name ook voor organisaties. Hè? Absoluut. Want voor wie heb je dit boek geschreven? Eigenlijk voor iedereen die iemand moet beïnvloeden. En dat geldt dus inderdaad in organisaties, maar ook overheden, maar ook je eigen gedrag. Ja. Dus het is heel breed. Ik denk dat iedereen dat wel herkent, hè? Want die grote thema's die jij noemt, dat jaren geleden waren dat soort van ver van je bed-achtig thema's. Maar nu, ik denk dat iedereen er nu, noodgedwongen of niet, maar enorm mee bezig is. Hè? En wat dat dan betekent voor je eigen gedrag. Ja, kijk naar duurzaamheid. Ja. Vanwege de hoge energieprijzen is iedereen ineens zijn gedrag aan het veranderen. Dat lukte 2 jaar geleden veel minder makkelijk. Kunnen we daar meteen iets uit leren trouwens, wat betreft gedrag? Verandering? Nou, dit is wel een extreem voorbeeld. Als de nood zo aan de man is, dan zijn we... Het mooie nieuws ervan is, we zijn in staat om gedrag te veranderen. Ja. Het is niet altijd makkelijk, maar als nood aan de man is, dan kunnen we het. Energieprijzen of de vrees van een hoge energierekening. Ja. Maar kijk ook COVID. Ja. Organisaties probeerden, weet ik hoe lang mensen laten thuiswerken, tot het moest en toen deden we het. Ja, in één keer, in een paar weken tijd was alles omgeturnd. De tweede reden waarom mensen het boek moeten kopen, tenminste, dat vind jij dan, hè? Ja. Dat is dat jij zegt dat je inzicht uit de wetenschap praktisch hebt gemaakt, hè? Ja, hoe heb je dat gedaan? Er zijn heel veel fascinerende inzichten, maar het is heel theoretisch. En ik heb er een heel simpele methode van gemaakt met tools en templates, zodat je het ook echt in de praktijk kan toepassen. Want er is veel theorie, hè? Er is ontzettend veel theorie en heel veel intrigerende theorie, maar wat kan je ermee? Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ja, hoe lang ben je er eigenlijk al mee? Van kinds af aan al, hè? Begreep ik. Nou, eigenlijk. Ik denk, je moet een soort basisinteresse hebben, nieuwsgierigheid in mensen. Die zat gewoon vanaf kleins in mij. Als je op terrasjes gesprekken afluistert, weet je wat ik bedoel. Ja. Dus dat zat er mijn hele leven al in. We gaan nu geen leeftijden noemen, Ronnie, hoe lang dat is. Maar wij hebben 11 jaar een bureau, dus zo lang ben ik er professioneel mee bezig. En het boek is een tijdspanne van 3 jaar. Ik heb niet 3 jaar aan één stuk geschreven. Maar wel bezig geweest om het boek te realiseren. Ja. Even voor duidelijkheid, je noemt net bureau, Sue Amsterdam heet het. Is het Amsterdam, hoe noem je het? Het is eigenlijk een Sue Behavioral Design, als we echt netjes moeten zijn. Sue Behavioral Design. Ja. Wat is het voor een bureau? Het zijn eigenlijk 2 componenten. De ene is een innovatiebureau. Ja. En de andere is een opleiding, een officiële opleiding. Op het gebied van gedragswetenschap? Ja, gedragswetenschap. En wie gaan die opleiding doen dan? Ja, dat is heel breed. Het begon met marketeers. Maar we zien nu heel veel mensen uit HR. Zie COVID. Hoe krijgen we mensen hybride aan het werken? Ja. We zien ondernemers. Hoe krijg ik mensen mee in de verandering? UX, CX. Het is heel breed. Ja, grappig. De derde reden om het boek te lezen is wat jij noemt de missende laag. Ja. Wat is dat, de missende laag? Nou, ik heb zelf gemerkt, en ik merkte het ook bij onze klanten of mensen waar ik mee sprak, is dat heel veel mensen hebben goede intenties met wat ze doen. Of ze nou producten, diensten, campagnes, beleid. En soms lukt het toch niet. En ik kwam erachter toen ik gedragswetenschap ging bestuderen, dacht ik, oh, we weten gewoon niet hoe mensen beslissingen nemen. We weten niet hoe dat werkt in de hoofd. En als je een gedrag wordt, gaat een beslissing aan vooraf. Dus als je dat snapt, en dat noem ik de missende laag, heb je ineens veel meer grip op het sturen van mensen en de uitkomsten van gewenst gedrag. Kun je dat echt zo praktisch regelen? Want dan wordt in heel veel dingen wordt dan heel makkelijk. Je kunt het echt zo praktisch regelen. En het is dus daarom een fascinerende kennis. Mm-hmm. Die overigens ook dus ten goede en slechte ingezet kan worden. Ja. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Maar het kan. Het kan. Het gebeurt ons dagelijks om ons heen. Kunnen misschien de slechteriken het vaak misschien ook beter? Absoluut. Er zijn veel voorbeelden van in de politiek. Het polariseren van de maatschappij. Die zijn er heel goed in. Ja.
maar wij kunnen er ook heel goed in worden. Dat is het goede. En wij zijn dan mensen die proberen de wereld een stukje mooier te maken. Ja, wij zijn de mensen die proberen mensen betere beslissingen of beter gedrag, zodat hun privéleven, werk of leefomgeving wat een stukje mooier wordt of beter. Ja. Je hebt een bonus ding nog meegenomen. Dat is dat je ook nog eens een keer zelf leert zien waar en hoe je allemaal beïnvloed wordt. Is dat ook een eye-opener als je dit boek leest? Ja, ik zeg altijd, ik geef ook trainingen van, ik geef je wel een waarschuwing, want je gaat de wereld nooit meer op dezelfde manier bekijken. dus ja, het is een waarschuwing, maar het is soms ook leuk. Ik moet er af en toe om lachen. Ook omdat je soms je eigen gedrag, ik weet er van alles van, maar toch zie ik af en toe wat ik zelf doe om mijn gedrag goed te praten. Dus het is een eye-opener en af en toe ook gewoon een heel mooi reflectiemomentje van jezelf. Het is een waanzinnige pil. Er staan veel voorbeelden, cases. We kunnen dat dus never nooit in dit gesprek helemaal doen. Dat is ook precies de bedoeling. Want, zeg ik tegen de kijkers, dan moet je maar lekker kopen. En dat kan trouwens in de beschrijving, vind je linkjes daarvoor. Maar dat is genoeg voor de reclame. We gaan nu de inhoud in. Ik heb proberen wat dingen uit te pakken als die ik interessant vond. Om te beginnen, wat centraal staat is wat jij je methode noemt. Hè? De Behavioral Design Method. Ja. Kun je die samenvatten? Ja, eigenlijk, het is een beetje gestart toen de gedragswetenschap een beetje kwam. Zag je dat bedrijven gewoon wat principetjes over dingen heen gingen gooien. Weet je wel, van er zijn nog maar zoveel kamers over op een hotelwebsite. Ja. En dat is voor mij geen behavioral design. Dus wat doet de methode? Die begint met stap 1. Ja. En dat is inzicht. En dat is echt van snappen, hoe nemen wij nou beslissingen? En daar zit de grootste eye-opener. Want we denken allemaal dat we denken, maar het meeste van onze beslissingen nemen we totaal automatisch en weten we recht te praten in ons hoofd. Dus daar begin je mee, want als je... Neem je die onbewust? Absoluut, ja. Worden die voor jou genomen eigenlijk? Nee, dit is hoe je brein je ook een beetje beschermt. Want de literatuur zegt dat wij allemaal gemiddeld 35.000 beslissingen per dag moeten nemen. Ja. En dat varieert van groot naar klein. Hè? Van kijk ik nu naar rechts of sluit ik een hypotheek af? Ja, maar als je die allemaal bewust moet nemen, dan crasht je brein. Ja. Dus het is een hulpmiddel. Maar we kunnen niet over alles nadenken, ook al denken we van wel. Het tweede is dan vervolgens, dan ontdek je kansen hoe je mensen hun gedrag kunt veranderen of beïnvloeden. En daar laat ik allerlei principes zien en ik noem dat interventies. Ja. Hoe je vanuit de gedragswetenschap met ideeën kan komen. En ideeën is heel breed, hè? Dat is een product, een dienst, een beleidsstuk, noem maar op. Die echt keuzes en gedrag beïnvloeden. En dan het laatste, en dat vind ik een heel mooi stukje, want het is een beetje bescheiden, is van dan gaan we heel snel testen, werkt het ook? Leidt het echt tot het gedrag wat je voor ogen had? En heeft het bijvoorbeeld geen negatieve effecten die we niet zagen komen? Want ethiek is ook een belangrijk. Ja, dat is natuurlijk iets wat we meteen, dat kunnen we meteen behandelen. Want er zitten nu mensen te kijken of te luisteren en die horen beïnvloeding en gedragsverandering. Ja. En die denken, die associëren meteen naar woordjes als manipulatie. Absoluut. Waar ligt het verschil of waar ligt de nuance? Ik ben heel blij te vragen, want ik krijg ook heel vaak te horen, zit jij in de manipulatiebusiness? Ja. Met een beetje oordeel erin. Nee, voor mij is het verschil echt de intentie die erachter zit, enerzijds. Wil je het inzetten om mensen echt te helpen vooruitgang te creëren in hun werk, privéleven, leefomgeving? En dat is hoe ik in het boek laat zien hoe. Dat is één. Tweede vind ik, je moet niet keuzevrijheid wegnemen. Dat vind ik ook manipulatie. Als de andere keuzes weg zijn genomen. Wat we als gedragsontwerpers doen, is proberen de betere keuze, of waar je mensen mee kunt helpen, iets makkelijker voor mensen te maken. Maar dat wil nog niet zeggen dat we de anderen verbieden. Jij kent de reclamewereld natuurlijk heel goed. Ja. En met name als we daar nou toch op inzoomen. Ik sprak ooit een oud-reclameman, zal zijn naam niet noemen. Maar die zei, reclame, zegt hij, dat is manipulatie van het volk. Want dan kun je natuurlijk zeggen van ja, wij, en dat zal elke reclamemaker of elk brand zal dat zeggen. Hè, we hebben het beste met de mens voor, want wij willen dat ze gezond leven of mooi eten. Tegelijkertijd willen ze gewoon producten en diensten verkopen. En moet reclame helpen om jou te om, dus ze willen maar één ding, dat je dat ding gaat kopen. Ja. Dus waar ligt die grens tussen wat jij zegt en toch uiteindelijk manipulatie? Ja, ik denk het grote verschil is, want ik heb inderdaad jaren in de reclame gewerkt, is dat, en niet alleen reclamebureaus en klanten, maar we waren altijd heel goed in inside-out denken. Dus we weten alles over onze markt, over onze organisatie, ons product. En dan gingen we kijken, hoe krijgen we dat product aan de man. En ik denk wat
ook verschil. En noem je dat manipulatie, dat weet ik niet hoor. Ik heb ook hele mooie reclamecampagnes gezien. Dus ik vind dat een beetje te makkelijk. Ja. Waarom niet mijn woorden? Hè? Ja, nee, precies. Nee. Voor die, wie die persoon ook was. Ja. Het is meer dan dat. Ik vertel het je straks wel. Wat gedragsontwerpers doen is wat ik noem outside indenken. Dus echt beginnen bij de mensen, hoe werkt dat? Want wat ik heel, wat mijn ervaring ook is met reclame, is dat het heel duidelijk gaat. De wat is heel duidelijk. Van welke mensen, wat willen we ze geven? Maar waarom mensen iets doen en waarom niet? Dat is echt gedrag. De beweegreden. De beweegreden. En ja, en dan hoe help je ze verder? Want er zijn natuurlijk ook heel veel producten die mensen verder helpen, waar je wel reclame voor moet maken. Alleen het startpunt is anders. Vinden we praktische dingen in het boek? Voorbeelden? Ja, heel veel. Kun je er eens één of twee noemen, we misschien wel uit eigen ervaring, van een mooie casus die dit illustreert? Manipulatie of gewoon een voorbeeld over. Nou, weet je wat ik heel mooi vind? Het is heel kleinschalig. Want ik denk dat ik dat ook heel mooi vind van gedragsontwerp. Soms zijn het hele kleine dingetjes die een groot verschil maken. Misschien dat kijkers het ook wel herkennen, maar dat je je hebt voorgenomen dat je een gezonde dag gaat hebben. En dan aan het eind van de dag, en dat heeft ook allemaal redenen, daar zal ik niet over uitweiden, staat ook in het boek, maar aan het eind van de dag is een zak chips toch heel verleidelijk. En je neemt je nog voor, ik neem maar een beetje. Maar dan krijg je het gedragsprobleem wat mindless eating heet. Oftewel, dus die zak gaat leeg. Gewoon leeg. Ja. Weet je, dus je denkt, wat heb ik nou weer gedaan? Dat is dus weer dat automatisch gedrag. Ja. Er is een heel leuk onderzoek geweest in Amerika, Brian Wansink. En die heeft van die buizen met chips. Ik zal geen merk noemen. Nee, iedereen kent ze. Die heeft om de 7 van die chipjes eentje met voedselverf rood gemaakt. Dus je kunt het gewoon eten. Maar wat gebeurt daar? Ons automatisch brein pikt dat rode chipje op. Die zitten ze om de zoveel chips zitten ze rode tussen. Blijkbaar is 7 chips een portie. Die kun je zo met je hand er lekker uitkraaien of zo. En dan zie je hem ineens en dan stoppen mensen toch met eten. Sterker nog, ze eten 50% minder. En ik vind dat zo'n heel mooi voorbeeld. Hoe je dus dat automatische brein, als je weet hoe dat werkt, dat je interventies kan doen om mensen te helpen. Ja, dus even niet die zak chips leeg te eten. Super voorbeeld waar ik dan wel weer meteen bij denk van ja, die chipsfabrikant, waarom zou die dat dan doen? Ja. Dat is inderdaad een andere vraag. Ja, dat is een andere vraag. Hè? Ja, gaat niet, maar dit is wel een mooi voorbeeld van hoe je echt gedrag kan veranderen. Ja. Is dat wat anders dan nudgen? Nudging is een vorm van gedragsverandering. Okay. Het is een uitingsvorm daarvan. Nudging is eigenlijk wat ze noemen keusarchitectuur. Dus iedereen kent denk ik het voorbeeld van de pianotrap. Dat je wil dat mensen piano gaan lopen. En toen hebben ze een trap, hebben ze van de treden een piano gemaakt. Ja, het filmpje komt op. Kijk, je kunt nog steeds de lift nemen. Maar omdat de trap ineens leuker is gemaakt. Die klinkt ook als een piano. Gaan mensen dat doen. En dat is typisch nudging. Dus keuzes op een andere manier presenteren. Op een leukere, snellere, nou, noem maar op. Mm-hmm. Zodat je dat gaat doen. Maar dat betekent niet dat het andere is weggenomen. Nee. Je hebt heel veel verschillende modellen of discipline. Ik weet niet hoe je dat noemt. Mm-hmm. Swag is er eentje. Ja. De 4 C's. Ja. Welke is leuker om nu even te noemen? Ik denk swag. Swag is ja, ik snap niet zo goed wat er vol. Want je hebt want, can, spark, again. Ja. Maar dat is niet swag. Squack zou zijn. Spark, nou leg uit. Ja, ja. Nou, ik op dat automatische brein, die gebruikt heel erg cues. Dingen die we makkelijk kunnen onthouden. Ja. Dus de elementen zijn woorden. Een spark inderdaad, want, can en again. Ja. Maar het feit dat het swag is, dat kan ons automatische brein gewoon heel goed onthouden. Ook al spel je het anders. Dus het is voor mij een trucje om iedereen te helpen onthouden welke elementen heb je nodig. Okay. Nou, en waar gaat het om? Als je gedrag wil beïnvloeden, heb je eigenlijk heb je 4 vragen te beantwoorden. Wil iemand het gewenste gedrag vertonen? Mm-hmm. Kan die dus want? Kan die dat? Can? En dan nog, elk gedrag moet je aanzetten. Er moet een soort call to action zijn. Dat is de spark. En de gedragsverandering gebeurt bijna nooit na 1 keer. Dus je moet het een paar keer doen. Again. Aha. Dus dat zijn de elementen. En wat zijn die sparks dan? Hoe zet je iemand aan tot ander gedrag? Dat kan van alles zijn. Dat kan een herinnering zijn. Maar bijvoorbeeld een hele negatieve spark, vind ik, is een notificatie op je mobiel. Dat is een typische spark. Ja, ja. Je automatische brein ziet het. Een spark moet je met een van je zintuigen kunnen oppakken. Okay. En dan weten wat je ermee doet. Ja.
Als je gedrag wil veranderen, hè? Mm-hmm. Dus ik denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke organisaties of zo, hè? Dat je echt grote groepen mensen, weet ik veel, anders wil laten eten of meer wil laten bewegen, ik verzin maar wat. Wat werkt dan beter? Werkt dan beter door te zeggen, als jij nou elke dag een stukje gaat wandelen, word je een stuk gezonder van? Mm-hmm. Of als je het niet doet, word je ongezond? Wat werkt beter? Het laatste werkt beter. Niet echt? Dat heet loss aversion. Aha. De emotie van iets kwijtraken, komt ook uit gedragswetenschap, is 1,5 keer zo sterk dan iets winnen. Dus we vinden het erg om 10 euro te verliezen dan er 10 te winnen. Dus dat werkt. Maar wat nog beter werkt, is niet zeggen... Wat was jouw voorbeeld? Afvallen? Bijvoorbeeld of gezond leven, dat je meer gaat wandelen. Leven, of meer wandelen. Ja, weer wandelen. Kijk, om gezond. Heel vaak zijn mensen helemaal niet zo geïnteresseerd in dat eindgedrag. Dus sporten, wandelen, gezond eten. Maar wat nog beter zou werken... Wij vertonen allemaal een gedrag omdat het ons iets oplevert. Een dieperliggende motivatie. En dat noem ik, of noem ik niet. Dat heet de job to be done. Heb ik niet bedacht. Dat komt ook. En als bijvoorbeeld wandelen helpt dat je een gezonde ouder blijft, voor een goed voorbeeld van je kinderen, werkt dat nog beter. Ja, ja, ja. Dus als je niet 2 keer per week gaat wandelen, ben je misschien niet zo'n goed voorbeeld voor je kinderen. Raak je dan de intrinsieke motivatie? Precies. Zet je die dan aan? Ja. Ja, waardoor je het niet vol te houden. Ja. Maar waardoor het een... Ja, okay. Je dieperliggende motivatie. Ja. Kijk, ik wilde niet sporten, maar mijn job to be done was wel goed op mijn trouwfoto staan. Daardoor ging ik wel sporten. En dat is iets anders. Waar raakt jouw kennis of jouw vakgebied, hè, gedragswetenschap, waar raakt dat de psychologie? Het is psychologie, het is keuzepsychologie eigenlijk. Het is weer iets anders dan neurologie, wat nu ook heel populair is, maar daar keuzepsychologie. Keuzepsychologie. Ja, maar je bent niet als psycholoog opgeleid, toch? Nee, sociaal wetenschapper. Ah. Ja. Oh. Maar ik ben gewoon een generalist, ik kon nooit kiezen, dus uiteindelijk... Dat boek is er nu. Ja. We zeiden in het begin al, het is meer dan een boek. Het is, je noemt het een toolbox of een masterclass. Mm-hmm. Of nou, geef een beetje naam. Beschrijf eens wat er nog meer allemaal bij zit dan. Als ik dat stel dat ik dat boek koop. Ja, nou kijk, het begon met mijn missie. Wij begonnen in het begin van het gesprek. Je kunt er goede en slechte dingen mee doen. Ja. En ik wil heel graag dat meer mensen er goede dingen mee gaan doen. Dus toen dacht ik, nou, dan kan je wel een boek schrijven. Maar dan heb ik weer alleen de theorie. Ja. Dus wat als ik nou gewoon echt zorg dat die methode die wij ook trainen erin staat, maar dan ook alle tools en templates en video's. Dus die zitten er allemaal bij. En ik neem mensen ook mee door het boek van, kijk, nu moet je dit doen of nu zou je dit kunnen doen. Ja. Dus het is een dikke pil, maar eigenlijk is het ook niet een boek dat je van misschien 1 keer van A tot Z, maar het is je referentieboek. Je gaat het gebruiken. Ja, je gaat het gebruiken, hopelijk. Ja. Mm. Maar even commercieel dan, want ik weet niet eens wat het boek kost, dat boeit verder niet, maar het boek kost een bepaald bedrag, maar krijg je dan toegang tot of zo? Zit dat bij dat boek in? Ja. Oké. Ja. Maar dat moet dan toch... Maar kost... Filantropisch, hè? Ja, bijna. Ja. Nee, maar serieus, wat kost het boek? Ik weet het echt niet. 37,50. 37,50. Maar normaal zou je denken, als je een masterclass toolbox met toegang tot video templates, bladibla, dan zou je er een heel ander bedrag voor kunnen vragen. Ja, dat is. Maar weet je, wij geven ook de training en... Hoewel dit een toolbox is, het is wel een nieuwe vaardigheid die je moet leren. En je moet het vaker doen en het is iets nieuws. En overigens is wel, soms zeggen mensen tegen mij, oh, moet ik nou behavioral designer worden of gedragsexpert? Nee, het is je eigen expertise, daar die laag op leggen. Ja. En ik ben er gewoon van overtuigd dat uiteindelijk komen ze wel weer bij mij terecht. Weet je, willen ze toch de training, willen ze toch meer hulp, uitleg, op hun eigen case werken. Dus nee, ik geloof delen en dan komt het wel bij terug. Want voor de duidelijkheid, jullie passen dit dagelijks toe als bureau voor jullie opdrachtgevers. Ja. En dan precies, met effect. Ja, absoluut. Ja. Snap jij nou alles? Nee. En ik ben ook iedere keer weer verrast als er een nieuw onderzoek komt. En soms zijn de onderzoeken spreken elkaar ook compleet tegen. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Dus er komt nu ook steeds meer meta-onderzoek, hè, hoe dat heet. Ja. En de mensheid is nooit saai. Daarom is mijn vak ook zo leuk. Dus over een paar jaar krijgen we een 2.0 gedragontwerpen boek. Ik hoop het. Ja. Dankjewel dat jij mijn gast was. Ja, graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar dit gesprek. En heb je zitten luisteren via de podcast? Ook dankjewel voor het luisteren. Ik heb deze serie van gesprekken, die maak ik samen met managementboek en uitgeverij Boom. Dus zit je nou op YouTube te kijken op CVD-TV, blijf even hangen. Krijg je zometeen een linkje naar de complete playlist. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.
Thank you.